Hallo, wij zijn hier in Den Haag aangekomen en wij zijn hier bij het Generation Discover Festival georganiseerd door Shell. We zijn uitgenodigd door ze om even een kijkje te gaan nemen. En als het mee zit worden wij zo meteen ontvangen door een hele speciale gastheer. Dus daar kijkt mijn zoontje al heel erg naar uit. Je kan hier van alles doen en ik ga jullie laten zien hoe het er hier uitziet en wat er allemaal te doen is. Als er een beetje te veel wind is, sorry, maar ik hoop dat het allemaal een beetje goed te verstaan is. Zo ziet het eruit. Er zijn allemaal verschillende domes. Er is een reuze rat, zoals je kan zien. En daar lijken al mensen in te zitten zelfs. Nou, het ziet er allemaal heel erg groot en spannend uit. En wij gaan zo meteen zien wat het is. Hier zijn we dan bij de ingang. Wij gaan zo meteen naar binnen, naar een speciale persruimte. Dus ik hoop dat het een beetje leuk is, dat het allemaal goed gaat en dat het allemaal klopt. En dit is waar mijn zoontje naar uitkijkt. Het vliegen met een drone. Misschien Dylan, wil jij nog wat zeggen na mijn meer serieuze vraag? Nee, zeker. Zeker. Ja, wat je al aangaf, ik ben een van de juryleden geweest. En ik heb vanochtend hier wat prijzen mogen uitreiken. Of ja, eentje in ieder geval de publieksprijs. En de andere juryleden hebben de andere prijzen uitgereikt. Nou, we hebben echt top ideeën binnengekregen. Ik zie wel een paar gezichten die er de vorige keer ook waren. Toen hebben we natuurlijk al een beetje verteld wat de bedoeling was. Maar we hebben nou dus echt met de jury, dat zijn allemaal hele slimme mensen, zijn wetenschappers. Dus die hadden er heel veel verstand van. Hebben gekeken naar oké, welke ideeën zijn creatief, welke ideeën zijn mogelijk. En uiteindelijk zijn er dus drie winnaars uitgekomen en één publiekswinnaar. En die heb ik vanochtend uitgereikt. En dat was van de Bright Ideas Challenge. En misschien hebben jullie het wel in een video van mij voorbij zien komen, want daar heb ik het ook benoemd. De Bright Ideas Challenge. Heb je het gezien? Toevallig met drones hebben we geraced bijvoorbeeld laatst. Een drone challenge. Ja, ik zie dat wel mee. Ik heb het gezien. Ja, je hebt het gezien. Kijk. Nou, we hebben één iemand die het heeft gezien. Nee, maar wij daar hebben dus veel voor gedaan inderdaad het afgelopen jaar. En het is echt, ja, jullie zien het al, het is super spectaculair hier. Het ziet er heel, heel leuk en heel gezellig uit. En jullie moeten vooral dadelijk inderdaad even gaan kijken in alle domes. Ja, inderdaad, die hebben we ook nog. Dus er zijn heel veel dingen te doen, maar wij gaan eerst naar de Cyberdome dadelijk. En wat ook heel leuk is, is dat je je alweer kan aanmelden voor de Bright Ideas Challenge van 2018. En dat gaat vanaf nu in, dus daar kunnen jullie straks allemaal voor inschrijven. We gaan dadelijk naar de Cyberdome en pakken nog even een tasje voor jullie allemaal. En we krijgen een goodie bag mee, dus dat is heel leuk. Wij zijn hier in het security, cybersecurity, cyber squad headquarters. En hier gaan zij allemaal speciale dingen doen. En nou ja, er zijn allemaal computers en laptops waar ze dingen op moeten doen. Ik heb nog geen idee wat de bedoeling is. Maar wij zijn hier speciaal met de hoofdpersoon Dylan Hagen. Die komt zo meteen ook weer binnen. Jullie hebben net een stukje van hem kunnen zien toen hij de introductie deed. En dat was natuurlijk al heel erg bijzonder. Mijn zoontje die was heel erg blij. Die heeft hem een handje gegeven en staat met hem op de foto. Maar nou ja, je ziet het. Het is heel erg druk. En nou, daar zit Dylan ook bij de groep. En ik denk dat wij zo meteen gaan horen wat we hier allemaal wel niet gaan doen. Dit is nog best wel grappig. Als je goed kijkt, en ik weet niet of het gaat gebeuren, maar dat is een projectie van iemand die... is het te zien? Kijk, zo is het wel te zien. Dit is een projectie van iemand die als een uitsnede daar staat. Dus je kan het zien, zijn ogen bewegen. En als ik hier een beetje uitzoom, dan kan je zien dat het niet echt een persoon is, maar een stuk karton. Dus dat is natuurlijk wel heel erg grappig. Het geeft een heel erg diepte-effect en een 3D-effect, net of er echt iemand staat. Maar dat staat er natuurlijk niet. Het is gewoon een kartonnenpop met een videoprojectie erop. Nou, deze persoon doet dus de introductie en wij gaan de cyberwereld beschermen. Oh, hij gaat uit. Nou, nu kun je dus ook zien dat het inderdaad... Oh, kijk. Leuk dat jullie er zijn. Hij komt iets vertellen. En hij is er dus die geprojecteerd was erop. En wij gaan zo meteen even kijken wat hij allemaal gaat doen. Ze hebben er hier allemaal zin in. En zo meteen kom ik weer bij jullie terug na deze introductie. Super. Jongens en meisjes, ik heb jullie nodig. Zoals jullie zien, kan ik jullie nu niet meer helpen. Probeer eens uit het moment te stoppen. De veiligheid van het land staat op het spel. Probeer een virusprogramma te maken om te stoppen. Af en uit. Dit is leuk. Ze moeten hier een virus maken. En dat virus maken ze met Scratch. En jullie hebben natuurlijk op mijn kanaal ook al wat video's over Scratch kunnen zien. En mijn zoontje die is al heel erg goed in het gebruik van Scratch. Dus die gaat nu gewoon kijken of hij een figuurtje kan maken wat nodig is.
Het is de bedoeling dat het een getal tussen de 100 en de 200 op dit gedeelte... Oh, kan je het zien? Het is nog niet scherp. Ja, ja, kijk, daar moet een getal tussen de 100 en de 200 ingevoerd worden. En dat moet voordat de tijd daarop is. Want dan is het voorbij. Dus dit is een race. Maar, zoals je kan zien, er zijn hier een heleboel andere mensen die het ook proberen. We waren net in deze cybersecurity dome en daar hebben wij geleerd hoe wij ons moeten beveiligen tegen cybercrime, dat mensen je wachtwoord kunnen stelen. Onze zoontjes hebben een hele coole sticker gekregen voor een cyberbadge. En zo gaan wij nu even naar buiten en gaan wij rondlopen. Hier is het een beetje te zien, is het niet te groot? Nou, het is niet te groot. Hier zie je een heel cool reuzenrad. Daar zijn de drones ook op de achtergrond en dat is waar mijn zoontjes zo meteen naartoe gaan. Die wil heel graag met de drone vliegen. Hier zie je dat er allemaal kinderen zijn die dingen gaan doen. En er is echt van alles te doen hier. Daar is nog een dome en dan gaan we zo meteen kijken wat daar te doen is. Nou, het is hier allemaal heel erg winderig, dus het kan zijn dat ik niet super goed te verstaan ben. En dat ik misschien een beetje adem in de microfoon, maar dat komt omdat ik wel heel dicht met mijn mond erop zit. Anders kan je me niet horen. Zometeen gaan we hierin en dan gaan we naar beneden filmen om te kijken hoe alle domes er van boven uitzien. Want dat ziet er natuurlijk ook wel heel erg vet uit. En hier zien we de drone. Het is een, volgens mij is het een DJI Spark. Het is een Maverick, hoor ik net van mijn zoontje. En dit ziet er wel heel cool uit. Mijn oudste die wil zo meteen gaan vliegen. En zoals je kan zien, zie je dat je een speciale first person view bril op krijgt om hem te besturen. Of in ieder geval om te kijken hoe het eruit ziet. En ik geloof niet dat je zelf gaat sturen, maar alleen ziet hoe het er vliegen ermee is. Want deze meneer hier, die is aan het sturen en die vliegt eigenlijk de drone. Dus je vliegt hem niet zelf, maar je ervaart hoe het is om door een drone te kijken. Dit is een dome van defensie. Ik zie hier allemaal militairen en het ziet er heel erg defensief uit. Nee, er lopen hier allemaal mensen in militaire outfit rond en dit is waarschijnlijk een dome die daarvoor is ingericht. En dit ziet er trouwens wel heel vet uit. Een hele grote robot. En laten we eens gaan kijken wat die allemaal kan. Dit is wel cool. Oh, kijk eens, daar zit iemand in en die bestuurt de robot. Dat is wel heel erg handig. Op die manier kan je natuurlijk mensen inzetten op hele gevaarlijke plekken zonder dat ze daar echt zijn. Je stuurt gewoon de robot erheen en dan komt het allemaal wel goed. Nou, deze dome is dus wel heel erg cool. Er is hier van alles te doen en ik zie hier ook wat kleine bouwwerken. Hier zijn we bij de Bright ID stand. Ik weet nog niet wat die is, maar ook hier is er allemaal te doen. Dit is technologie zie ik hier. Ik zie hier een aardbol waar je dingen kan doen. En ik zie dat er hier allemaal kinderen zijn met virtual reality brillen. Dus hier kan je virtual reality ervaren, wat natuurlijk ook heel erg cool is. Maar gelukkig hebben wij thuis een PlayStation VR headset. Dus kunnen mijn kinderen dit thuis bekijken. En dan kunnen ze hier naar de volgende tent gaan. Dan hoeven ze hier gelukkig niet in de wachtrij te staan, want dat is hier best wel druk op sommige van deze domes. We zijn hier in een andere dome. Hier is heel veel knutselwerk, maar ook een super grote spiraal. En weet je wat wel prettig is? Het weer is niet onwijs lekker nu, maar in de domes is het heerlijk warm. Nou, hier wordt er volop geëxperimenteerd. En ik doe toch even dit zo open. Even kijken, wat zijn we hier? Hier zijn ook allemaal experimenten. Er is hier echt van alles te doen. Dit is ook de Makendome. En in de Makendome is er dus echt van alles te doen. En hier zie je een windmolen die je hebt kunnen bouwen. Er is echt van alles. Als je van knutselen houdt, is dit een hele goeie. Hier zie je dat je de windmolens kan maken. En we gaan nog eventjes doorkijken wat er nog meer is. Ik zie dat er daar een auto is die je met een ballon kan laten rijden. En die heb je dan hier een hele grote racebaan waar je die ballon overheen kan laten racen. En die ballon die kan je in dit gedeelte maken. Er zijn hier echt overal verschillende dingen te doen. En er zijn ook heel veel mensen bij die overal bij begeleiden. En op deze manier zorg je er dus voor dat zelfs de allerkleinste ook hier aan de slag kunnen. Want er zijn overal mensen om te helpen. En zoals je kan zien, het is best wel druk. En ze hopen op 30.000 bezoekers, geloof ik. Nou, het lijkt erop dat ze dat wel gaan redden.
Dit is de Energiedoom. En dit is dus een doom met het thema energie. En hier laten ze je dus zien hoe je energie op kan wekken. En hoe energie gemaakt wordt waarschijnlijk. Hier zie je dat het opgewekt wordt met een fiets. En nou, er is zonne-energie, windenergie. En ik zie daar iets heel erg grappigs. Er zijn hier zwevende ballen. Maar dit ken je natuurlijk al van Nemo. In Nemo hebben ze het ook. Alleen dan hebben ze het met één hele grote bal. En dit kan je ook thuis doen. Als je thuis een föhn pakt met een pingpongbal, dan kan je ditzelfde experiment nadoen. Misschien moet ik het een keer doen in een van mijn video's. Maar het is natuurlijk wel heel grappig om te zien dat je balletjes kan laten zweven. Thuis maakt het wel iets meer lawaai dan hier. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. De zwevende ballen. Pak een föhn, pak een pingpongbal en je kan het thuis doen. En hier is Den Haag weer. En dit is dus de reden dat wij niet met ons gezicht in beeld gaan. Omdat het hier echt een chaos is. Het is hier hartstikke druk. Al die kinderen willen hem zien en die willen hem ontmoeten. En dat willen wij dus juist niet. Wij willen gewoon lekker relaxed met onze kinderen rond kunnen lopen. Want wij hebben zelf twee kleintjes natuurlijk die hier mee in ons zijn gaan. Ja, kleintjes zijn al best wel groot. Hij heeft nog geen kinderen. Dus voor hem maakt het nog helemaal niet uit om hier zo rond te lopen. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke cool. Wij gaan weer even doorlopen. Dit is de dome die gaat over steden. Het thema is hier steden. En je ziet ook hier kan er weer gebouwd worden. En ook een virtual reality bril kan je opdoen. En dan kan je dus rondkijken in een stad. Hoe ziet die stad eruit? Stel je bent ergens nog nooit geweest. Dan kan je dus hier zien hoe het eruit ziet. En dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. So, virtual reality is natuurlijk hartstikke cool om op deze manier mee te maken. Stel je hebt het niet zelf thuis, is dit een hele leuke manier. En ook hier weer heel veel knutselwerkjes om te doen. En dat maakt het natuurlijk wel leuk. Het houdt de kinderen bezig. Het is ook een, het is hier ook echt bedoeld voor kinderen. En dat is ook wat Shell probeerde te vertellen. Dat er hier 30.000 kinderen naartoe moeten gaan komen. Dat ze dat hopen om dat te lukken. Ze willen kinderen inspireren om later technologische dingen te gaan uitvinden, te gaan bedenken. Het Bright Ideas gedeelte wat je hier net zag, heeft daar ook meestal mee te maken. Je kan dan aan een wedstrijd meedoen. En misschien heb jij wel de nieuwe technologische ontdekking die volgend jaar een prijs kan winnen. Dylan Hagen, die heeft de vorige prijs, volgens mij vertelde hij er net dat dat gisteren was of zoiets toen ik dit opnam. Of volgens mij zelfs vanochtend heeft hij die prijs uitgereikt gedeeltelijk via zijn kanaal. En je kan je nu alweer meedoen met de wedstrijd van volgend jaar. Dus dat is natuurlijk wel heel erg cool. Het is zelfs mogelijk om hier met een drone te vliegen. Aan de andere kant heb je een first person view bril aan. En hier kan je met de drone zelf vliegen. Het is een DJI Spark en het is wel een heel cool ding. Mijn oudste zoontje is hier aan het filmen, aan het vliegen. En hij vindt het echt super leuk. En hier zien we het... Oh, wauw, wat een wind. Ik zit hier namelijk in het reuzenrad. En ik ga hier proberen te zorgen dat jullie me een beetje kunnen verstaan. Het is echt super hoog, super winderig. En jullie kunnen hier de doos heel goed zien. Nou, ik hoop dat het een beetje te verstaan is. Ik heb mijn hand er nu ook nog omheen. Maar ziet het er cool uit of niet? Hier hebben we een heel mooi uitzicht. Ook nog over Den Haag en het Malieveld. Dit is Discover, of Generations Discover Festival. Gesponsord door Shell. Shell wil nu ook duurzame energie maken in plaats van alleen maar olie. En daar zijn ze druk mee bezig. En ze hopen dat jullie ook goed gaan meedenken over dit soort dingen. Nou, nu we aan het einde van het rondje van het reuzenrad komen, zeg ik dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!